De serviceclub Kiwani Stortonne heeft gisteren haar 40-jarig bestaan gevierd. Deze club zet zich speciaal in voor behoeftige kinderen en is één van de twee actieve Kiwanis-clubs in Suriname. Ramkisor Ramdat, Paas Lieutenant Governor, vertelt dat deze serviceclub feestelijk werd geproclameerd op 14 juli 1982 in het hotel Krasnapolski. In het begin bestond deze club uitsluitend uit mannen, zegt Ramdat. Vrouwen konden wel meedoen, maar dan via de mannenclub als Kiwanettes. Dat was zo. In de 90 jaar heeft het Hooggerechtshof in Amerika een uitspraak gedaan en de Kiwanis International is toen in het ongelijk gesteld. En vanaf toen werden mixclubs opgericht. Kiwanis Club Tourtonne heeft het ook volgehouden, laat me eerlijk zeggen. We hebben het volgehouden, we hebben het tegengehouden dat het een mixclub zou worden. En dat is gegaan tot rond het jaar 2000. Toen wij weinig mannen hadden in de club, hebben we toen begonnen vrouwen toe te laten. En werd Tourtonne een mixclub. Setti Leiter, die al 2 jaar president is van Kiwanis Club Tourtonne, is dankbaar dat de club zich 40 jaar met behulp van donoren heeft kunnen inzetten voor kinderen in nood. Ze zegt dat het een tevreden gevoel geeft wanneer je de blij gezichten ziet na het uitvoeren van een project. Weet je wat die vergoeding is? Wanneer je zo'n project hebt uitgevoerd en de kinderen komen naar je toe, ze rennen naar je toe. Dankjewel mevrouw, we hebben lekker gegeten, we hebben lekkere ijsjes gehad, het was leuk. De glimlach op het gezicht van dat kind, dat is dankjewel voor ons. En dat moeten de leden vasthouden. Dat is jouw beloning voor het werk dat je hebt gedaan, voor dat project. Toch? En dat gezegd hebbende, geef ik aan dat wij geen projecten kunnen uitvoeren zonder sponsors, zonder de mensen die ons een warm hart toedragen, jaar in jaar uit, al 40 jaar. Sweepie Sandra dat zei, niet 40 dagen, niet 40 weken, maar 40 jaren lang. Aldus Setti Leiter, president van Kiwanis Club Tourtonne. Kiwanis Club Tourtonne is aangesloten bij de moederorganisatie Kiwanis Club International.